moeten over een paar weken nog een belangrijk toernooi, dus onze techniek moet een beetje scherp blijven. Dus we willen fit blijven en we willen doortrekken dat we iets kunnen presteren in Portugal. Dat is toch wel de vraag. Maar... verwacht dat we binnenkort meer 7 tegen 7 gaan voetballen. Omdat dat ook is wat we daar in Portugal moeten gaan doen. Het hele seizoen ben je bezig met hoe je speelt met 11 tegen 11. En nu is het ineens anders. Dus je moet nog wel gaan bedenken hoe je wil gaan spelen. Wat voor systeem je wil gaan spelen. En dat is allemaal nieuw voor ons. En ook voor de meiden zelf. Ja, we schatten onszelf zeker niet te hoog in. Het hele toernooi uitspelen, dat is wel een beetje het doel. Ik denk dat het niveau heel hoog ligt. Omdat er in heel veel landen heel serieus omgegaan wordt met studentensport. En in Nederland is dat denk ik iets minder. In theorie zou het kunnen dat we tegen speelsters moeten spelen die hebben opgetreden op het EK Vrouwen vorig jaar. Ja, als je daar tegen moet. We hebben lage verwachtingen, laat ik het maar daarop houden. We begonnen dit seizoen met de verwachting. We gaan handhaven 8e, 9e worden in onze competitie. Maar naarmate het seizoen vorderde, we maakten zulke grote sprongen en we waren zo goed op elkaar ingespeeld. En dan haal je ineens de na-competitie, ja, dan probeer je het maar gewoon en dan uiteindelijk lukt het. Ja, op mooie wijze. Ja, ja, dat is mooi. Complimentjes. Ja, dit is zo'n gedreven team en tegelijkertijd hebben ze super veel lol met elkaar. Nemen ze ons daarin mee, waardoor het voor ons ook leuk is. Als je zo'n goede positieve sfeer in het veld hebt, dan resulteert dat ook in de punten. En ik hoop dat we in Portugal ook gewoon lekker veel plezier met elkaar kunnen maken. En dat we dat vooral uitstralen. En dat we niet echt bezig zijn met het resultaat. Maar dat we gewoon voor elkaar met elkaar willen gaan.